Wat is er te zien in februari aan de sterrenhemel? Vandaag is het 11 februari en ik heb hier een programmaatje dat heet Stellarium. Het is gratis te downloaden en daarmee kan ik simulatie doen van de sterrenhemel. Dus met andere woorden, je kunt hier zien wat er in het echt ongeveer aan de sterrenhemel gebeurt. Nou, zoals je nu ziet is het iets voor 5 uur 's middags, dus de zon is nog op. Je kunt dan de tijd een beetje versnellen. Kijk maar eens onder in beeld. Zie je de minuten vooruit gaan. Het is nu al 5 uur. En als het dan donker wordt, zie je vrij snel Venus verschijnen. Nou, als ik hem dan stop rond een uur of 8. En ik zoom eens even in op Venus. Dan zie je dat dat een aardig felle, goed zichtbare planeet is. Het is eigenlijk het felste object aan de hemel, dus het is bijna niet te missen. Dus na zonsondergang, als je dan in de richting van die zonsondergang kijkt, waar de zon is ondergegaan, in het westen, daar zie je Venus dan stralend aan de hemel staan. Interessant, dus hij wordt avondster genoemd. Hij is ook wel eens 's ochtends te zien en dan heet hij ochtendster. Het leuke is, Venus is een planeet. Als ik erop inzoom, dan is hij te zien als een soort klein maantje. Dus hij is ook naar de zon toe gekeerd. En dan zie je inderdaad het deel waar de zon tegenaan schijnt, van rechtsonder. Zoom er even uit. En dan zie je dat er linksboven ook een stipje staat. Dat is Mars. En Mars is ook een planeet. En dat is eigenlijk een soort roestrood stipje. Dus dat kun je goed zien, onderscheiden van Venus. Het is ook een stukje kleiner, het is een stukje minder goed zichtbaar dan Venus. Het is net zo goed een planeet. En die zie je ook dat die gedeeltelijk dat die naar de zon toegekeerd staat. Met twee kleine maantjes. Dan zoomen we er even uit. Wat je dus met het blote oog zult zien is eigenlijk ongeveer dit. Dus je ziet wat hier en daar wat sterretjes. En als je een beetje verder buiten in een buitengebied staat, zoals bij Nunspeet. Gaat daar de hei op, dan zul je meer sterren zien. En nou, daar zie je dus ook Venus en Mars goed zichtbaar. Nou, wat er nou verder gebeurt, want het staat nu natuurlijk op 11 februari, alleen waarschijnlijk kijk je deze video wat later. Als ik nou eens naar de volgende dag toe ga, wat gebeurt er dan? Nou, dan zie je 12 februari, Mars en Venus zijn allebei ietsjes opgeschoven aan de hemel, maar niet zoveel. En dat is nou de clue, want de komende dagen zijn Mars en Venus eigenlijk steeds zichtbaar. Dus na zonsondergang kijk je naar het westen. En dat is eigenlijk niet te missen. Dan zul je Venus altijd zien. En ja, als het donker genoeg is, Mars ook. Dan gaan we nog iets verder. En dan gaat er iets bijzonders gebeuren. Want de maan die is op 1 maart... zichtbaar in de buurt van Mars en Venus. Zoomen we daar een beetje op in. Dan zie je dat die maan eigenlijk maar een heel klein sikkeltje is. Dat noemen we het eerste kwartier. Dus als hij net vlak bij de zon is geweest en hij komt weer een beetje tevoorschijn voor ons. Dan is hij nog maar in zijn eerste kwartier dus net nieuwe maan geweest. En als we daar een beetje op inzoomen. Dan zie je eigenlijk maar een heel klein stukje, eigenlijk een je zou kunnen zeggen een wimpertje, een ooghaartje van de maan. En bekijk dat dus allemaal rond 8 na zonsondergang op 1 maart. Nou, als je verder nog een beetje in het rond kijkt, zo in februari, dan zie je dat de maan de komende avonden eigenlijk niet meer storend in beeld is. Dat is een voordeel, omdat je dan goed andere heldere sterren kunt kijken. En eigenlijk de helderste sterren die op dit moment zichtbaar zijn, die staan boven het zuiden, zo 's avonds rond 8. En ik pak één sterrenbeeld er even uit, omdat het erg herkenbaar is. Het heet Orion, oftewel de jager. En dit is zijn vorm. Het is eigenlijk een soort zandloper
met links boven Betelgeuse, rechts boven Bellatrix, links onder Syph. En dan Rigel. Dat zijn enorm grote sterren, maar die staan op een grote afstand. En dan in het midden noemen ze de sterren van de riem van Orion. En die zijn altijd goed herkenbaar. Dus kijk rond achter, nou, zeg maar ergens boven het zuiden. En dan zul je heel goed zul je deze sterren kunnen zien. Ik kan er ook nog een plaatje bij doen. Oh, verkeerde. Ja, hier zie je dus dat dit zou dan de jager moeten zijn. Die wordt weergegeven. Als ik het beeld weer even weg doe. Dan zou je dat rechtsboven ook kunnen zien als een soort pijl en boog. Dat rechts van Bellatrix. Nou, als je echt goed zicht hebt, en dat kan, als je rond Nunspeet woont goed. Dan zul je ook onder die gordelsterren, zul je een vaag soort van stipje zien. En zoomen wij daarop in. Dan is dat de Orionnevel. En zo goed als hier zul je hem niet kunnen zien. Maar je ziet hem wel als een wazig vlekje aan de hemel. Het is een van de meest interessante objecten op dit moment. Dus kijk goed of je die drie sterren van de riem boven het zuiden ziet staan. En dat is eigenlijk mijn verhaal over de sterrenhemel van februari.